Ik herinner me dat nog als kind, als klein manneke, de gebuurs aan zo'n auto. En iedere keer dat ik die auto zag, vond ik het aan de vreerwaarde auto. Omdat het zodanig rond was en het gat en de neuzen binnen uit elkaar van rondigheid uit elkaar dat ik gewoon zei, welkom ik autootje. Ik zie Rudy de Meijer, ik woon in Torhout. Ik ben oldtimer liefhebber in hart en nieren al van mijn jeugdperiode. Bijzien dat dat begin is een jaar of 10, 11 geworden. Mijn eerste oldtimer boek. Ik gekocht zelfs dat ik ook nog maar een jaar of 11 of 12 geworden. Ik zat er nog aan het lagen. Het is eigenlijk daar al dat het dan lange jaren niet meer geweest eigenlijk, kalm geweest. Tot ik dan eigenlijk actief begon zijn. Ik een jaar of 27 jaar. Bezig zijn met mechaniek, dat is voor mij al van kind af aan dat er eigenlijk ook in zit. Ik kan een onkel die mechanicien was, ik kan eigenlijk twee onkels die mechanicien waren. Van kind af er altijd bij geweest en veel te veel gezien. Hoe dan zit de sleutel te hun en al en zo is het ook geen rol eigenlijk. Hé. Hier zit ik zo her, ja. Omdat ik hier heb mijn gemak kunnen aan alles sleutelen en doen eigenlijk, hier ook mijn gereedschap bij de hand. Dus dat is, mijn man keef dat ze zeggen, hé. Juist dat er geen alcohol geserveerd wordt en zo. Renault deed enorm veel speciale technische dingen ontworpen en gemaakt. Het is een rijdende Dauphine van 62, wat ik veel meer rie, wat ik vrijheid meer rie. Heel gemakkelijk, heel goed, makkelijk en onrood. Dat is een autootje dat ik zeker nooit meer kwijt ben. Dat is het laatste autootje die hier ooit gebeurd is.